En de Rotary Club Paramaribo Central heeft gisteren voor de 33ste keer de VOS Student Excellence Award uitgereikt. Dit is een jaarlijkse activiteit van de Service Club, waarbij de best geslaagden van de VOS-scholen elk een presentatie houden voor een panel van Rotarians. De award wordt uitgereikt aan studenten die niet alleen de beste studieprestaties hebben geleverd, maar zich ook anders hebben onderscheiden. Volgens Oliver Smit, president van de Rotary Club Paramaribo Central, hebben de studenten over diverse thema's presentaties verzorgd en heeft het panel een andere zijde van ze gezien. Hele mooie verhalen, moet ik eerlijk zeggen, over de excellente prestaties. En ik denk dat die verhalen en die omstandigheden er best wel jullie karakter hebben gevormd. Het zal leidend zijn, denk ik, voor de rest van jullie leven. En ja, wat komt nu? Waarschijnlijk je studieperiode, als je het mij vraagt, de mooiste tijd in je leven. Ik denk dat jullie een hele goede start hebben. En ik kan maar één ding zeggen. Doe maar één ding. Simply be excellent. Or beter gezegd, stay excellent. Wat jullie zijn net al. Balram Soumer van het VOS-directeurenberaad vindt het zeer prijzenswaardig dat leerlingen met zulke hoge cijfers slagen. U hoort ook Fernand Kershout, vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, die aangeeft dat er een maatschappelijke discussie ontstaat na de uitslag van het VOS-examen. Het is namelijk zo dat de studenten, jullie hebben het bijna zelf aangegeven, dat jullie onder zo vaak zeer moeilijke omstandigheden dit resultaat bereiken. Ja, in heel veel gevallen is het zelfs verre van het ideale. Dat heb ik ook nog kunnen luisteren nu. En weer de overtuiging, maar dat is het gewoon zo. Ik zie heel veel, of zeker mevrouw Simpson zie ik als collega-directeur, die ook dit kan beamen wat ik zeg. En daarom is dat zeer te waarderen, wij als ouderen, ja, van de school, zeer te waarderen dat jullie dit resultaat hebben bereikt. En doorgaans zoeken we dus naar oorzaken die hebben geleid tot een bepaald resultaat. En als de resultaten soms tegenvallen, dan gaan we zelfs zover om een schuldvraag op te werpen. Echter is het naast die discussie over die resultaten ook belangrijk om te kijken naar andere zaken. Bijvoorbeeld, excellente resultaten die zijn neergezet door studenten. En daarom zijn we dus vanavond hier aanwezig om dat te mogen meemaken. Dit initiatief van de Rotary Club Paramaribo Central is daarom erg prijzenswaardig, omdat het hier niet alleen gaat om zeg maar intellectuele aspecten, maar ook zaken als maatschappelijke dienstbaarheid en bijdrage die studenten hebben geleverd op cultureel en sportief gebied. En dat past helemaal in het kader van de op handen zijnde hervormingen in ons onderwijs. Fernand Kershout, vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, en daarvoor Balram Soumer, voorzitter van het VOS-directeurenberaad. Zij spraken gisteren tijdens de uitreiking van de VOS Student Excellence Award. 24 studenten hebben een award in ontvangst mogen nemen.